Goedemorgen, wat leuk dat je weer kijkt. Goed dat jullie er weer zijn. Wij staan er klaar voor. Vandaag willen we God gaan loven en gaan prijzen. En ik wil ook eens iets met jullie gaan delen. We gaan vandaag kijken naar de kerk te Sardis. Dus er gaat heel veel gebeuren deze dienst. En ik geloof gewoon dat God door deze dienst heen tot iedereen wel iets te zeggen heeft. Misschien heb je wel eens eerder naar ons gekeken. Of misschien is dit je eerste keer. Ik wil je in elk geval van harte welkom heten. Je bent ook vrij natuurlijk om contact met ons op te nemen. In de loop van de dienst zullen we een aantal keren wat contactmogelijkheden in beeld brengen. Daar kun je naar ons e-mailen of via andere manieren contact met ons opnemen. We zien uit naar jouw reactie. Maar laten we gewoon eerst gewoon genieten van deze dienst. En ik wil jullie allemaal een heel gezegende tijd met God toewensen. We willen graag openen in gebed. En ik wil je uitnodigen om met mij mee te bidden. Heer Jezus, ik dank u dat wij als gemeente weer bij elkaar mogen zijn. Want u zegt in uw woord, waar twee of drie bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden. En daarom geloof ik ook, Heer, dat u op dit moment in ons midden bent. En als wij zo deze dienst, deze samenkomst beginnen, dan weet ik gewoon, u bent hier. U helpt ons om uit te stijgen boven elke situatie waar we ook maar mee bezig zijn. Want u bent in ons midden en dat is het allerbelangrijkst. Heer, we zien uit naar deze dienst en zo willen we deze dienst aan u opdragen. En deze dienst zegenen in de naam van Jezus Christus. Amen. Halleluja. Ontstaan. Had u een doel voor mijn bestaan? Beschreef de dagen in de tijd. U bent het die mij heeft gemaakt. Wat u bedacht heeft is volmaakt. En daarom dank ik u altijd. Iedere dag is bijzonder. Beschreef mijn dagen in de tijd. U bent het die mij heeft gemaakt. Wat u bedacht heeft is volmaakt. En daarom dank ik u altijd. Iedere dag is bijzonder. Een wonder. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. U maakt mij blij. Ik prijs u Heer in alles. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. Ik prijs u Heer. Ik prijs u Heer. U maakt mij blij, ik prijs u Heer. U maakt mij blij, ik prijs u Heer. U maakt mij blij, ik prijs u Heer.
celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Lam van God. Zonden van de wereld droeg, U die ons met God de Vader heeft verzoend, U bent waardig. Lam van God, met uw lichaam is de hoogste prijs betaald. Leven is de weg naar God gebaand. U bent waardig. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Jezus, U zij de glorie. Lam van God, dat als het volmaakte offer werd geslacht, dat de wil van God de Vader heeft volbracht. U bent waardig. De dood. Nu bent u met eer en heerlijkheid gekroond. U bent waardig. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam. Jezus, U zij de glorie. Jezus, met miljoenen op de troon heffen wij een loflied aan. Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam. Boven elke macht verhoogd, Heer, U draagt de hoogste kroon. Jezus, Zoon van God, Jezus.
Jezus, Zoon van God. Met miljoenen om de troon heffen wij dit loflied aan. Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam. Boven elke macht verhoogd, Heer, u draagt de hoogste naam. Jezus, Zoon van God, Jezus, Zoon van God. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Jezus, u zijt de glorie. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Jezus, u zij de glorie. U zij de glorie. God, als we straks dit lied gaan zingen, vul dit huis met uw glorie. Vul dan ons, ja, deze huizen ook met glorie. Vul onze harten met glorie. En ik dank u, God, dat u door elke muren heen breekt, Heer. Waar we ook doorheen gaan. Heer God, als we ons uitstrekken en roepen, vul dit huis met uw glorie. Heilige Geest, vul onze harten. Kom, Heilige Geest. Laat ons uitstrekken. Laat ons zingen voor God. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig. Koning, breng hulde, geef hem in. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door en alles is tot. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, breng hulde, geef hem met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid.
want alles is door u en alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u. En alles is tot u. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Dan gaan we nu over naar het woord. Ik heb nu boven de preek staan een best wel een beetje confronterende titel. Maar dit is de titel die ik heb boven deze prediking vandaag. Is: leef je of ben je dood? Klinkt confronterend. Leef je of ben je dood? Heel recentelijk hebben ze in een Noordzeegedeelte, in het Nederlandse Noordzeestukje, hebben ze een nieuwe vulkaan gevonden. Volgens mij kwam dat afgelopen week net op het nieuws. Ze hebben een vulkaan gevonden die daar al die jaren heeft gezeten. Dat hebben ze dus daar in de Noordzee gevonden. En dan als je hoort dat er een vulkaan zit in de Noordzee, dan ga je afvragen, is het een levende vulkaan, een actieve vulkaan? Is het misschien een slapende vulkaan? Of is het een dode vulkaan? Nou, gelukkig, ik kan je alvast melden, deze vulkaan blijkt hartstikke dood te zijn. Er zit geen leven meer in. Hij gaat niet meer uitbarsten. Ze hebben gezegd dat de kans daarop 0% is. Dat gaat niet gebeuren. Maar nu is er een andere vraag. Niet alleen of een vulkaan leeft of dood is. De vraag die ik vandaag wil stellen is, leef jij? En eigenlijk wil ik dat aan de hele gemeente stellen. Leven wij als kerk? Zijn wij levend? En geestelijk gezien kunnen we levend zijn, maar we kunnen ook dood zijn. En dat wil ik zo meteen met jullie gaan bekijken. En ik wil iets gaan lezen met jullie in Openbaring, het Bijbelboek Openbaring. We zijn bezig met een serie over de zeven gemeenten. Vorige week heb ik even iets anders gedeeld, heb het gehad over Abraham. Maar dan gaan we weer verder met onze serie. En we zijn nu bij de kerk van Sardis gekomen. De kerk van Sardis. En ik lees even voor wat Jezus schreef naar die kerk in Sardis. Dit is wat er staat. Dan zegt Jezus het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar je hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, die horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En dit is nogal wat. Dit is wat Jezus dus zegt tegen een bestaande gemeente. Dat was de gemeente te Sardis. En Jezus zegt tegen die gemeente, ik ken uw werken en ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Dus ze hadden wel de reputatie, ze hadden wel de naam gemaakt. Iedereen dacht, de gemeente te Sardis, dat is echt een coole gemeente. Dat is echt een levende gemeente. Daar gebeurt het, daar gebeuren allemaal dingen. Dat is een relevante gemeente. Zij zijn daar en het is daar een en al leven, een bruisende gemeente. Dat was hun reputatie, dat was hoe mensen de kerk te Sardis kenden. Maar dan komt Jezus en hij schrijft een brief aan die gemeente en hij zegt tegen de gemeente, jullie zijn dood. Ik hoop, als Jezus een brief zou schrijven naar onze gemeente, dat dit niet de boodschap zal zijn.
Maar dit was wel de boodschap aan de gemeente te Sardis. En profetisch gezien is dit een boodschap aan alle kerken wereldwijd. Een vraag die we mogen stellen aan onszelf. Leven wij of zijn wij dood? Dus Jezus begint te spreken tegen deze gemeente. En dan zien wij, en een van de eerste dingen die daar staat dan in Openbaring, wat we net gelezen hebben, wie dat is dat spreekt, dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En dan kun je een beetje afvragen, hè? Soms staan er van die dingen in Openbaring waarvan je denkt, wat betekent dat? En dit is ook weer zo eentje, wat betekent nou de zeven geesten van God? Het getal zeven, dat spreekt over de volheid. Dat spreekt over de volmaaktheid. Het spreekt vaak ook over het einde der tijden, over de wederkomst. Het duurt zeven dagen voordat de volheid van de week voorbij is. En ook het boek Openbaring is een boek vol met zevens. Want het spreekt ook over het einde. Het spreekt over het moment dat die volheid is gekomen. En als het spreekt over de zeven geesten, dan spreekt het niet over verschillende geesten van God die daar zijn. Maar dan spreekt het over de volheid van de tegenwoordigheid van God die daar aanwezig is. En Jezus zegt eigenlijk, ik ga de volheid van mijn geest ga ik gebruiken om jullie te bewegen tot bekering. Om de gemeente te Sardis te gaan bedienen. De volheid van mijn geest gaat komen en die gaat in jullie midden werken. En dan wil ik jullie even meenemen naar het Oude Testament. Er staat namelijk één Bijbelvers in het boek Jesaja, hoofdstuk 11, vers 2. En daar wordt ook gesproken over zeven geesten. En dat is een profetie dat gaat over Jezus en dan staat er het volgende. Daar staat op hem, dus op Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van raad en de geest van sterkte. De geest van kennis en de geest van de vrezen des Heren. Dus ik som er nog één keer op. We hebben de geest van de Heere, dat is nummer 1. De geest van wijsheid, dat is nummer 2. De geest van inzicht, dat is nummer 3. De geest van raad, dat is nummer 4. De geest van sterkte is nummer 5. De geest van kennis, dat is nummer 6. En de geest van de vrezen des Heren, dat is nummer 7. En Jezus zegt, ik kom naar jullie toe en ik ga jullie bedienen met de geest van God. Met de volheid van mijn geest. Ik ga jullie bedienen met mijn inzicht. Ik ga jullie mijn raad geven. Ik ga jullie mijn kennis geven. Maar ik ga jullie ook geven de vrezen des Heren. Het is de volheid van de geest die nodig is voor de gemeente te Sardis. En zo geloof ik ook voor ons als gemeente wat wij nodig hebben is deze volheid van de Heilige Geest. In ons midden. We hebben de raad van God nodig. We hebben de kennis van God nodig. We hebben de inzicht van zijn geest nodig. We hebben zijn wijsheid nodig. We hebben zijn vrezen nodig. We hebben de geest van God nodig. De geest van de Heer die ook op Jezus was, die hebben wij ook nodig als gemeente. En Jezus zegt tegen deze gemeente de Sardis, ik kom naar jullie toe en ik spreek tot jullie en ik ben degene die de zeven geesten van God heeft en ik ga jullie daarmee bedienen. Dus dat is de zevenvoudige geest. En dan lezen we dus dat deze kerk de Sardis, die had dus de naam. De naam dat ze leefden. En ik wil heel even meenemen naar wat we eigenlijk weten. Een aantal historische dingen die we eigenlijk weten van Sardis. Sardis is een plaatsje dat ligt net buiten het huidige Sard in Turkije. En het was vroeger een machtige hoofdstad van het koninkrijk Lydië. De bekendste koning van dit rijk was een zekere koning, die koning heette Croesus. En hij regeerde van 561 tot 546 voor Christus. Maar zijn rijkdom, dat is waar deze koning, deze zekere koning Croesus, om bekend is geworden. En nog steeds schijnt er een spreekwoord te zijn dat iemand zegt, hij is zo rijk als Croesus. En een van de oorzaken van die grote rijkdom, dat was een riviertje. Dat is de Pactolus, een riviertje dat daar stroomde in die stad. En in die rivier, daar werd goud gevonden. Dus het gaat hier echt om een welvarende stad. En er zijn nog meer feiten die best wel interessant zijn. Ook het geld, zoals wij dat vandaag de dag eigenlijk ook nog kennen, als een wettig en normaal betaalmiddel, dat werd eigenlijk in die stad echt uitgevonden. En de eerste munten werden in die stad geslagen. Dus die stad had echt een reputatie van rijkdom. Die stad had een reputatie van goud.
Nou, deze rijkdom en deze macht, hè, want door dat geld kregen ze ook veel macht. Daardoor werd deze stad vaak ook een doelwit van buitenaf. En er zijn enkele incidenten bekend waarin deze mensen in deze stad zich veilig waanden en niet goed aan het opletten waren, ook niet goed aan het waken waren en overrompeld werden door een buitenlands leger die als het ware gewoon naar binnen konden lopen. Ook omdat wachters niet goed aan het opletten waren. Of omdat ze niet goed op de wacht stonden te kijken naar de vijand of die er ook aankwamen. Deze stad die staat er dus eigenlijk van oudsher en historisch al onbekend dat ze niet goed de wacht hielden. En dan is het heel interessant wat Jezus tegen deze gemeente te Sardes zegt. Hij zegt onder andere, jullie moeten waakzaam zijn. Want die geest van Sardes, die geest die ze daar hadden in de stad, dat ze niet goed opletten en niet altijd waakzaam zijn en een beetje arrogant zijn en denken de vijand komt er niet aan en het komt allemaal goed. Die geest die was ook binnengeslopen in de kerk. En Jezus die waarschuwt hun daarvoor. En ze waren dus, of ze hadden dus de naam dat ze leefden. Hè? In die stad waar was ook gewoon een hele grote synagoge, een hele grote Joodse gemeenschap. En een deel van deze Joodse gemeenschap die kwam tot bekering. En deze Joden hadden ook veel invloed in de stad. Ze waren lid van de gemeenteraad. En deze kerk kreeg dus, toen ze daar ontstonden, ze kregen een goede naam. Een goede reputatie. En waarschijnlijk zijn ze dan ook goed begonnen. Vol passie, vol vuur. Ze gingen ervoor. Het was een gemeente die een goede naam had met een goede reputatie. Alleen de vraag die je kunt hebben met een goede reputatie is, bij wie heb je deze goede reputatie? Heb je deze goede reputatie alleen maar bij de wereld, omdat je steeds meer met hun meebeweegt? Of heb je deze goede reputatie ook en vooral ten eerste bij God? Is dat ook waar jij je goede reputatie hebt? Dus ze hadden de naam dat ze leefden, maar ze waren dood. En dit is nogal wat, hè? Als Jezus tegen jou zegt, je bent dood. Maar wat bedoelt Jezus eigenlijk met dood? En wat bedoelt de Bijbel met dood? Wanneer ben je dood? Nou, dood in de Bijbel, dat is een ander woord vaak voor het woordje scheiding. Denk maar terug aan Adam. Toen God tegen Adam en ook tegen Eva zei, je mag niet van die ene boom eten, van de boom van kennis van goed en kwaad, want de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Toen heeft Adam van die boom genomen en Eva ook. Ze namen samen van de boom, ze hebben van de vrucht genomen, maar ze stierven niet exact op diezelfde dag. Adam werd bijvoorbeeld nog 930 jaar. En je zou kunnen zeggen, hij stierf binnen 1000 jaar, één geestelijke dag. Maar Adam stierf wel op die letterlijke eerste dag dat hij nam van die vrucht op een geestelijk niveau. Namelijk, er ontstond scheiding tussen Adam en God. Ze gingen nog wel om met elkaar, maar het was niet meer zo intiem als dat het was in het paradijs. En er kwam ook scheiding tussen Adam en het paradijs, want ze moesten die tuin uit. En er kwam scheiding tussen Adam en de boom des levens. Ze hadden niet meer toegang tot het leven. Dus feitelijk waren ze geestelijk gestorven. En waren ze losgeraakt van God. Dus dood is scheiding. Als jij een huwelijk hebt en helaas jouw huwelijk komt te stranden. Er ontstaat een scheiding. Dan sterft jouw huwelijk. Dan is daar een scheiding. En dus is er de dood is als het ware binnengekomen. Dus dat is scheiding. Maar wat bedoelt Jezus dan als hij zegt, jullie als kerk te Sardes, jullie hebben wel de naam dat je leeft, maar je bent dood. Dat kan betekenen, hoogstwaarschijnlijk dat het betekent, dat ze gescheiden waren van God. Ze waren gescheiden van Jezus. Eigenlijk zegt Jezus tegen deze kerk, jullie hebben wel de vorm. Jullie doen wel de rituelen. Jullie doen nog wel de dingen, maar in werkelijkheid zijn jullie van mij losgeraakt. En de Bijbel zegt ook, je bent niet alleen gescheiden van Jezus, hè, want Jezus, zegt de Bijbel, Johannes 14, vers 6, hij is het leven. Dus ze waren gescheiden van Jezus, ze waren gescheiden van het leven. Maar ook van de geest.
He, van die geesten, die zeven geesten die daar voor de troon van God zijn. Want in 2 Korinthe 3 vers 6 staat, de geest, of de letter dood, maar de geest maakt levend. Als jij vol bent van de Heilige Geest, dan kom je tot leven. En de Heilige Geest is degene die jou tot leven wekt. En als je dan verbonden bent met Jezus en je bent vol van zijn geest, dan ben je verbonden met het leven. En alles wat in jou zit, wordt tot leven gewekt door de kracht van de Heilige Geest. En wat hier in Sardis aan de hand was, ze hadden een werkelijke connectie met Jezus verloren. Hè, met de boom des levens, met het leven. Jezus is het leven. Maar ze hadden ook de vervulling met de Heilige Geest verloren. Ze waren niet meer vol van zijn geest, want de Heilige Geest is een levendmakende geest. En dat waren ze kwijtgeraakt. En wat wij ons moeten gaan afvragen, in hoeverre zijn wij nog verbonden met Jezus? Of is er toch ook een scheiding ontstaan tussen jou en Jezus? Is het niet meer zo intiem als dat het vroeger was? Is er toch een afstand aan het ontstaan? En ben je altijd nog zo vol van de Heilige Geest zoals je dat eens was? Of doe je nu uit alles uit eigen kracht, zoals ze dat eigenlijk ook hier deden in de kerk te Sardis? En daarom zegt Jezus ook in Openbaring 3 vers 3, jongens, jullie mensen, jullie in Sardis, jullie moeten je gaan bekeren. En het is tekenend, en ik heb het al eens eerder gezegd, Jezus schrijft die brieven naar zeven verschillende kerken. Maar tegen vijf van de zeven kerken zegt Jezus, bekeer je. En die kerken zaten vol met christenen. En Jezus zegt hier niet tegen mensen die buiten de kerk zijn, dat ze zich moeten bekeren, tegen de ongelovigen, dat ze zich moeten bekeren. Maar Jezus zegt hier tegen christenen, tegen gedoopte christenen. Jongens, jullie moeten je bekeren. En dan zegt Jezus als volgt, hè, bedenk dan hoe je het hebt ontvangen en gehoord. He, dus vroeger hadden ze het evangelie ontvangen, ze hadden het gehoord, ze hadden het gepakt. Maar Jezus zegt tegen hun, dan moet je ook gaan vasthouden en bekeer u. En als u dan niet waakzaam bent. He, dus Jezus refereert eigenlijk naar hun historische blunders. Dat ze niet op de wacht stonden. Dat ze hun wachten niet hun werk deden. En dat de vijand hun kon verrassen. En dat ze zo naar binnen konden komen. Dan zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u moest komen. Of zal komen. Dus Jezus zegt hier eigenlijk vier verschillende dingen. Ten eerste, ze moeten het gaan bedenken. Ze moeten gaan bedenken hoe ze het gehoord hebben. Ze moeten bedenken hoe ze de boodschap het eerst ontvangen hadden. Hoe blij was jij toen het evangelie jou voor het eerst duidelijk werd? Toen je voor het eerst echt in de reddende kracht van God ging ervaren. Toen je voor het eerst die roep van Jezus in jouw leven hoorde. Toen alles veranderde, omdat jij, Jezus, zijn stem voor het eerst duidelijk in je leven had gehoord. En dat moeten we weer gaan bedenken. Maar dan moeten we het gaan vasthouden. He, dus deze radicale bekering die je ooit hebt gehad. De Bijbel zegt, dat kun je vasthouden. En Jezus zegt hier en moedigt ons aan. Hou dat vast. Die ene keer dat je dat hebt gehoord, dat je het begrepen hebt en dat hebt gepakt. Ga dat vasthouden. En tenslotte zegt Jezus, bekeer je. He, dus tegen vijf van de zeven kerken zegt Jezus, bekeer je. En ten laatste zegt Jezus, wees waakzaam. Wees waakzaam. En hoe kun je nou waakzaam zijn? En er is een tip die ik je wil geven als je echt wil waken. Als je echt ervoor wil zorgen dat deze wereldse gedachten, deze wereldse manier van kerk zijn, alle verkeerde invloeden, dat die niet zomaar jouw leven binnen kunnen komen. We moeten gaan waken, maar wat is waken? En ik wil je even meenemen naar Markus hoofdstuk 14 vers 38. Daar zegt Jezus dit. Waak allen. Dus Jezus spreekt hier ook over waken. En zegt hij erachteraan, en bid, opdat u niet in verzoeken komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus waken is bidden. Mensen die bidden, die waken. Want als jij een gebedsleven hebt, en er komt een aanval aan, er komen misschien gedachten aan die niet goed zijn, er komt misschien een filosofie binnen die probeert binnen te dringen in jouw leven die niet goed is. Er komen misschien andere zaken die op de deur, ja, als het ware op de deur aan het kloppen zijn van je leven en ze proberen binnen te komen, maar je merkt het als je een gebedsleven hebt. En als je geen gebedsleven hebt,
dan merk je niet eens dat deze dingen naar binnen proberen te komen. Daarom zegt de Bijbel ook, je moet waken en je moet gaan bidden. En dan zegt Jezus, wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleding en ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En hier wil ik nog heel even bij stilstaan. Want wat zegt Jezus hier? Jezus zegt hier, ik zal je naam niet uitwissen uit het boek des levens als je overwint. Met andere woorden, als jij je bekeert en als je niet langer toestaat dat deze wereldse gedachtegoed, deze wereldse manier van denken, deze wereldgelijkheid, deze wereldgelijkvormigheid naar binnen probeert te komen en dan wordt jouw hele kerk gaat dood. Je hebt wel de rituelen, je hebt wel de handelingen, je doet alles wel, maar alles is dood. Als je dat overwint, dan zal ik jouw naam niet uitwissen uit het boek des levens. En hier zit een hele belangrijke implicatie. Het boek des levens, dat is een boek waarin alle namen staan van elke persoon die uitverkozen is door God om gered te zijn. En daar hoor jij bij. Daar hoor ik bij. Daar horen we allemaal bij. Maar het is mogelijk als wij ons niet bekeren en als wij de wereld maar binnen laten komen. En we hebben geen gebedsleven meer. We zijn niet meer geconnect met God. En we laten alles achter. En we bekeren ons niet van onze wegen. Dan is het mogelijk, zegt Jezus hier, dat jouw naam wordt uitgewist uit het boek des levens. En daarom moeten wij ons een hele belangrijke vraag gaan stellen. Dat is deze vraag. Leef je nog? Zijn wij als gemeente nog levend? Maar ook de vraag is, leef jij nog? En met leven bedoel ik dus, heb jij nog die connectie met Jezus? Want hij is het leven. Heb jij nog die intieme band met Jezus? Ben je nog gevuld met de Heilige Geest? Heb je nog die volheid van zijn geest in jou, die levendmakende geest? Is die nog in jouw leven aan het werk? En ik wil dat je gaat nadenken. Dat je gaat beseffen, ik moet mij bekeren. Van alles wat niet goed is, alles wat dood is, alles wat niets met Jezus te doen heeft, alles wat ik in mijn eigen kracht doe, alles wat ik in mijn eigen vermogen doe, alles wat alleen maar rituelen zijn in mijn leven. Ik moet mij daarvan gaan bekeren. En ik wil niet dat mijn naam wordt uitgewist in zijn boek, maar ik mag weten dat mijn naam blijft staan in zijn boek. En misschien zeg jij, hey Joshua, ik kijk nu naar deze uitzending, maar ik heb eigenlijk nog nooit een keuze gemaakt voor Jezus. Dan is dit het moment dat jij mag gaan kiezen voor Jezus. En dan mag je ook weten, als jij kiest voor Jezus, hij heeft al voor jou gekozen. En dan mag je weten dat jouw naam wordt opgeschreven in dat boek des levens, die in de hemel is. En ik wil je uitnodigen om met mij mee te gaan bidden. En het is niet alleen voor mensen die nog nooit deze keuze gemaakt hebben. Dit is voor iedereen. Iedereen die zich opnieuw wil bekeren. Iedereen die iets doods heeft in zijn leven. En misschien heb je een goede relatie met Jezus en denk je van, ja, dan leef ik dus. Maar misschien zijn er bepaalde gebieden in jouw leven waar Jezus niet mag komen. Waar je geen connectie hebt met Jezus. Waar je niet laat leiden door die levendmakende geest. Misschien zijn er bepaalde plekken in jouw leven waarvan jij moet zeggen, ik moet me bekeren. Ga dan met me mee bidden. Dit is gewoon een gebed ter bekering. Dit is een gebed ter toewijding. Dit is een gebed waarin je gaat zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Hier is mijn hart. Hier is alles wat ik ben en alles wat ik heb. En ik wil alles aan u geven, Heer Jezus. Hier is mijn leven. En ik geef het aan u. Bid met mij mee. Heer Jezus, vandaag en deze ochtend kom ik tot u. En ik wil mij bekeren. Want ik heb zoveel in eigen kracht gedaan. En misschien was ik vroeger wel een vurige christen, maar ik heb al dat vuur, dat ben ik kwijtgeraakt. En misschien heb ik wel de naam dat ik leef, maar in werkelijkheid ben ik dood. En Heer, en ik had vroeger die connectie, maar nu heb ik die connectie niet meer. En mijn relatie met u is verwaterd. Of ik had vroeger een vurig gebedsleven, maar ik waak niet meer en ik bid niet meer. Heer, vanaf deze dag wil ik weer gaan waken en ik wil weer gaan bidden.
En als dit mijn eerste keer is dat ik dit bid, en als dit de eerste keer is dat je dit met mij meebidt, Heer, dan wil ik tegen u zeggen, Heer, ik wil mijn leven geven aan u. Ik wil u erkennen als mijn Heer. Ik wil u aannemen als mijn Heer, als mijn redder en als mijn verlosser. Heer Jezus, hier is mijn hart. Heer, ik wil uw wil doen. Heer, dank u wel dat ik vanaf vandaag uw kind mag zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. We gaan hem aanbidden. Open je hart en roep hem aan in de naam van Jezus. Amen. Thank you.
gaan we nu over naar de collecte. Zometeen verschijnen in uw beeld de verschillende mogelijkheden waarmee je kunt geven. Je kunt geven via de bank. Je kunt geven via onze app. We hebben als gemeente hebben wij een app en die kun je gaan downloaden, kun je gaan gebruiken. En tenslotte komt zometeen ook de QR-code in beeld. Zometeen wil ik ook gaan bidden als we zometeen gaan geven. En voel je vrij om te geven. Want de Bijbel zegt, God heeft de blijmoedige gever lief. Dan ga ik nu een moment van gebed nemen en daarna nodig je iedereen uit om met deze collecte te gaan meedoen. Heer, dank u wel dat wij zo gezegend zijn en dat wij vanuit de rijkdom die u ons hebt gegeven en de zegen waarmee u ons hebt gezegend, dat we nu ook uw huis, uw gemeente mogen zegenen. En we zegenen dit zo in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik heb zo'n spijt.